Dag moloten, dag tunnelvisionairs, dag beste vrienden. Het is zover, tijd voor de hints en theorieën over de eerste twee afleveringen van het eerste streamingseizoen van Wie is de Mol 2024? Met in deze video De Mol zit in de M-auto. De Mol kijkt ons recht aan. De Mol spreekt de waarheid. De Mol zit in een duinbuggy. Deze kandidaten slapen in de kamer van. Je raadt het nooit: De Mol. Cryptex wijst naar. Eén keer raden. De mol. En ook het woord groep leidt ons naar jawel, de mol. Dat is heel veel mol in één zin. Geen tijd te verliezen, laten wij snel beginnen. welkom weer hier op WIDM TV. Mijn naam is Sam, mocht je nieuw zijn, abonneer even om op de hoogte te blijven van het allerlaatste nieuws in Molland. Na maanden speculatie en de bekendmaking van de kandidaten, relatief recentelijk, was het eindelijk zover. De eerste twee afleveringen van het eerste streamingseizoen van Wie is de Mol zijn verschenen. Die gaan we zo in deze video volledig voor je onder de loep nemen. Maar voordat we dat doen, even heel kort hoe ik dit speciale seizoen ga aanpakken: wat betreft de video's hier op het kanaal. Iedere zaterdag, ergens richting het einde van de middag, krijg je van me de hints en theorieën over beide afleveringen in één video. Net zoals in deze. Iedere dinsdag, Tunnelvisie, de podcast over. ...wederom de twee afleveringen. Dit streamingseizoen samen met Corné. En iedere woensdag een totale revamp van de Mol Niet-video's... ...waarin we dit seizoen niet alleen kijken naar kandidatenacties... ...zoals we altijd al deden, maar ook naar molacties, molposities... ...en follow the money. Eén gigantisch totaaloverzicht dus, waar we heel veel uit kunnen gaan halen... De eerste die komt hier aanstaande woensdag gewoon op YouTube te staan. En de volgende verschijnen steeds enkel voor de Patreons. Patreon van dit kanaal wordt je via patreon.com/slash TV. Verder probeer ik aan het eind van iedere week met Arno weer reageren op reacties op te nemen en te realiseren. En zo komen we, hopelijk mede dankzij jullie weer, tot nieuwe inzichten. Oh man, oh man. Genoeg gezeverd, let's go. De eerste aflevering met de titel Game Changer opent met de aanmeldvideo's van alle kandidaten die dachten zich aan te melden voor The Game. Heerlijk. Daarna krijgen we het stukje fictie waar het in interviews steeds veel over ging de afgelopen weken. In de woestijn verschijnt er een kist die opgepikt wordt door een man en zijn kameel en naar het hutje van de man gebracht wordt. In de kist zitten jokers. Vrijstellingen en enveloppen met de namen van de kandidaten daarop. Deze kist gaat sowieso het hele seizoen nog vaker een rol spelen. Vervolgens worden we getrakteerd op ja, een beetje De Mol België-achtige openingsbeelden van een stoet met auto's, waar de kandidaten erachter komen dat ze in Wie is De Mol zitten en niet in The Game. Bovenop de auto's staat vanaf de eerste naar de laatste auto toe: Wie is De Mol te lezen. Met op iedere auto steeds één letter. De vraag die bij mij opkwam, in welke auto zit de mol? Zit de mol in de auto met daarop de M van mol? Maar ja, uh, wie zit precies waar? Ik heb daar een theorie over. Ik ben gaan tellen vanaf het moment dat we de eerste kandidaat in de auto zien zitten. De kandidaat die dan als achtste in beeld komt, de M is de achtste letter in de reeks wie is de mol, zou dan wellicht in die achtste auto met de M daarop kunnen zitten. Op volgorde van in beeld komen zijn dit de kandidaten die we zien: Emma, Johan, Jelmer, Tessa, Anna-Brit, Kars, Thiemen en als achtste Nire. Hint nummer 1, check. Wat ook opvalt bij dezezelfde beelden en volgorde is dat we enkel Tessa via de achteruitkijkspiegel zien. Direct daarna zien we haar chauffeur, of de chauffeur: dezelfde man die zich later omdraait en zegt: Welkom to Oman, Mall. Welcome to Oman, Mole. Hint nummer 2 naar Tessa in dit geval. Daarna krijgen we de vernieuwde intro ontzettend tof gedaan. Sowieso vind ik de hele stijl te gek. Daarna eten de kandidaten een hapje de avond voordat ze echt keihard van start zullen gaan. Met name, Thiemen is daar behoorlijk aanwezig en Emma is vooral wat meer op de achtergrond en nog een beetje aan het aftasten, merk ik. De ochtend erop rijden de kandidaten net zoals dat ze in de Mol België altijd doen zelf naar opdrachten toe. Heerlijk. Dit houdt de vaart in het programma en zorgt voor toffe kandidatenmomenten. Love it, love it. En daar volgt nog een Tessa-momentje in die auto's, wanneer Jelmer op de achterbank vraagt: ...zou één van ons een Mol zijn? Reageert Tessa met: Vaste mol. Denken jullie ja. dat één van ons hier de Mol is? Ja. De kandidaten komen aan in het auditorium Al Bustan Palace voor hun eerste opdracht. En die heb ik Soek Je Mee genoemd. Heel flauw. En moeten besluiten wie er blijft en wie er de stad in gaat. Timon oppert direct om te blijven, maar wordt nog niet vertrouwd door de rest van de groep. Uiteindelijk blijven Ben en Emma in het auditorium bij de telefoons. Zij moeten gaan achterhalen door ja-nee vragen te stellen welk voorwerp bij welke kandidaat hoort. Zij kunnen daar een joker mee verdienen als zij tenminste vijf voorwerpen juist koppelen aan vijf kandidaten. De mol weet natuurlijk dat je daar je best kunt doen. De jokers daarmee zogenaamd kunt scoren, wetende dat je daarna nog voor 200 euro per joker de joker zult moeten kopen. Met geld uit de pot. Goed je best doen in het auditorium. Komt dus heel erg kandidaats over, maar is achteraf gezien dus best wel een beetje mols. Ben doet het hier niet zo goed bij de telefoons, Emma wel. We've got our eye on you, Emma. De overige kandidaten gaan in de zoek op zoek naar verkopers waar ze foto's van hebben. Daar krijgen ze dan weer voorwerpen van en die horen steeds bij een van hen, bij een van de kandidaten. Per juist voorwerp waar ze mee eindigen verdienen ze geld. Kars is nu al een van mijn favorietjes. Met zijn heerlijke uitspraken zoals... Breekie, breekie, Daar kan Ellie Lust nog een puntje aan zuigen, mensen. Het einde van deze opdracht bestaat uit liegen tegen Emma en Ben over wat wiens voorwerp is, zodat zij geen joker zullen verdienen. Wat wil de mol? Nou, de mol is er dus alles aan gelegen om ze hier niet om de tuin te leiden. Zodat Emma en Ben uiteindelijk geld moeten gaan uitgeven om hun joker ook daadwerkelijk te kunnen krijgen. Dus alle kandidaten die hier, ja, zeg maar slecht liegen over hun voorwerp, zijn juist heel kandidaats. Verwarrend, hè? Ja, heel verwarrend. Toch is daar 1500 euro verdiend met deze opdracht. Niet slecht, niet slecht. Dan wil Thiemen s'avonds een penningmeester aanstellen. Liefst zichzelf, maar ja, toch eigenlijk ook weer niet. Of ja, toch weer wel. Hij wil de briefjes houden, of wil die ze dan toch ook wel weer? Het is heel verwarrend, heel verwarrend. Emma wil wel een penningmeester. En Simone zorgt er uiteindelijk voor dat er wel iemand gekozen wordt, namelijk Johan. Maar dat iedereen nog even zijn eigen geld bij zich houdt, tot in ieder geval de volgende dag. Dan krijgen we Emma en Ben te zien die hun brief lezen. Meisjes vinden met jokers, die 200 euro betalen en dan je joker in hem. Eigenlijk dus de mol helpen om de pot zo laag mogelijk te houden, zou je kunnen zeggen. Leuke toevoeging vond ik. De kandidaten gaan vervolgens op weg naar hun volgende opdracht. Another mole bites the dust. Zo flauw weer. Wat een heerlijke opdracht. Vier kandidaten beelden verkeersregels uit. En dat doen ze eigenlijk gewoon oprecht. Ja, goed voor hoe goed je zoiets kunt doen. Dan gaat het dus in dit geval om Jelmer, Anna Tessa en Nire. Die zijn dan ook direct minder verdacht voor mij. De overige kandidaten kunnen in mijn ogen veel meer mollen. Ze rijden als zotte door de woestijn en proberen te raden welke verkeersregels de groep van vier aan het uitbeelden is. We moeten dit onthouden en moeten ook nog eens op alle borden langs de route letten. Ideaal gezien wil je, lijkt mij als mol, dus bij die groep zitten. Je hebt controle over of er überhaupt geld verdiend wordt aan het einde van de opdracht. En ook nog eens met of er geld verdiend wordt door de twee gasten goed te raden. Dus even dat moment bekijken. Kars die oppert helemaal op het einde als ja, regel die hij gezien heeft. Ik weet deze zeker. Je mag niet met de deuren slaan. Niet met de deuren slaan. Dit is geen uitgebeelde regel geweest voor zover wij kunnen zien en kunnen weten. Dus had een fout antwoord geweest, lijkt het. Mollerig van Kars waren het niet dat de rest er... Niet in meeging. En dat ze daar gestopt zijn. Heel verstandig. En dan zijn we daarmee ook aan het einde van aflevering 1 en schieten we direct door aflevering 2 in. En mocht je aflevering 2 nog niet hebben gezien, pauzeer hem dan even hier en kijk hem nadat je aflevering 2 hebt gezien. Vanaf hier weer verder. Daar gaan we. Na de regels mogen ze eenmalig de twee mystery guests gokken. En als dat in één keer blijkt te kloppen, dan krijgen ze 1000 euro erbij voor de pot. De mol wil dus sowieso fout gaan gokken. Degene die dat lijkt te doen of in ieder geval afwachtend is, maar er is wel heel veel van dat moment weggeknipt, lijkt wederom kars te zijn met zijn brede smile. Merel en Jurre die worden toch goed gegokt in één keer 1000 euro erbij. Ja, en dan horen we en zien we Merel en Jurre nog even een onderrondje hebben met de mol die avond daarvoor in kamer 2117 2117. Laat dat de kamer zijn van Ben en Jeroet ja, dit nooit. Kars. Ja, dat zijn nu al drie keer richting Kars wat aanwezingjes. En dan de manier waarop de mol bij oud Jurre en Merel het woord groep uitspreekt. Dat lijkt ook wel een beetje op de manier waarop Tiemen later, bij de test, ditzelfde woord uitspreekt. Hier van de mol. Groep. Groep. En hier van Tiemen. Handige groep. Handige groep. En naast elkaar. Groep. Handige groep. Ja, dit viel Corné op. Dankjewel, Corné. En het klinkt inderdaad redelijk gelijkend. Ook heeft de mollet over een jonge groep in datzelfde gesprek. Zou je dat zo zeggen als je iemand van tussen de nou, 20 en de 30 bent? Of zou je dat juist zeggen als je zelf een van de wat ouderen van de groep bent? Geen idee, maar in ieder geval iets om over na te denken. Dan volgen de test en de eliminatie. Het eerste afscheid is er helaas voor Anna Britt. Tranen alom, begrijpelijk ook wel denk ik. Erg jammer dat ze er als eerste uit het spel ligt. Ze heeft het zelf in ieder geval over Tiemen en Tessa tijdens haar test als mogelijke verdachten nog niet direct een reden om die af te strepen, maar wederom wel even om iets in het achterhoofd op te slaan. Direct na de eliminatie bovenop het fort wordt er geen tijd verloren en beginnen de kandidaten aan hun inmiddels derde opdracht. Fort kandidaatjes, fort. Ja, die titels, ja. Ik doe er maar wat mee. Steeds kan er binnen een bepaalde tijd door twee of door drie kandidaten een opdrachtje worden uitgevoerd voor geld. Kandidaten moeten binnen de tijd bij Hila zijn met geld om dat te verzilveren en moeten alle deelopdrachten ook binnen de tijd van die deelopdrachten afronden. Anders liggen ze uit de opdracht en worden ze daar ja, vastgezet door bewakers. De deelopdracht met de put, gedaan door Ben en Jelmer, is natuurlijk best bijzonder. Je denkt namelijk dat je naar briefgeld op zoek bent. Maar het blijkt in dit specifieke geval om munten te gaan. In een emmertje vol met zand. Dan kun je als mol mogelijk heel hard die emmer omhoog trekken. Of je veegt alle munten al weg. Je graaft alle munten weg net zoals een mol. Voordat je er zogenaamd achter komt dat het om munt in plaats van briefgeld gaat. Geen idee of dat daadwerkelijk gebeurd is. Maar zeer interessant. Zeer interessant. Emma en Kars die voeren de opdracht met de stolp en de schroevendraaiers uit, doen dat min of meer perfect. Maar vervolgens doen, terwijl dat de tijd van dat deelopdrachtje nog steeds aan het doorlopen is, ook Johan en Ben op aanvraag van Johan diezelfde opdracht, die al gedaan is. Wat je ook oprecht wel kunt zien bij binnenkomst bij dat deelopdrachtje. Beetje rare actie van Johan. Verder heeft Jelmer ook nog wel een typische mol uitspraak in deze opdracht. Tijdens dat hij en Niree bezig zijn met de opdracht met de cryptex, zegt hij dit moet de mol zijn. waarop zij zegt: "Hoe weet jij dat nou?" waarop hij antwoordt met omdat de mol het slot opent. Omdat de mol het slot opent. Wijst hij hier zichzelf aan als mol. Wie weet wie weet als alle kandidaten binnen de tijd bij het eindpunt aan zouden komen, kon er ook nog extra geld verdiend worden. Kars doet dit allemaal heel erg rustig aan, heel erg op zijn gemakje met nog maar een paar seconden over. Terwijl iedereen hem frantic aan het roepen is. Wist hij hier als kandidaat gewoon dat Ben en Johan sowieso vast zaten en dat dat niet ging lukken? Of had hij de tijd gewoon oprecht niet in de gaten? Of dacht hij, ik ga gewoon proberen te mollen, want ik weet niet of er kandidaten vastzitten. Wederom interessant. Daarna zien we Ben bij Kars geld lospeuteren. Kars geeft ook wel heel gewillig 200 euro uit de pot uit de handen. En daarna rijden de kandidaten naar ofwel de school ofwel het restaurant voor hun volgende opdracht met mijn titel: Vertalen en eten halen. Ben scoort zijn joker voor min 200 euro. Emma scoort haar joker ook min 200 euro. Maar op het moment dat Emma dat doet, zegt ze nog wel wat interessants. Ze zegt. Ik kon dit doen zonder dat iemand het doorhad. Maar dat wil dus ook zeggen dat de mol nu alles kan doen zonder dat iemand het doorheeft. Dit zou wel eens een veredeld molbietje kunnen zijn geweest. Ik denk het nu nog niet, maar je weet het niet. Je weet het niet. We weten nog heel weinig. Verder is het ook Emma die voorstelt om het leren van alle woordjes te verdelen onder alle kandidaten daar. Ja, op zich een logisch voorstel, omdat het om een vreemde taal gaat en het nogal behoorlijk wat woorden zijn. Maar later blijkt toch wel heel erg belangrijk voor het slagen van het einde van de opdracht: ja, dat iedereen alle woordjes had kunnen slash, had moeten leren. Emma en Tessa bijvoorbeeld die beantwoorden hun gevraagde woord fout. En ook Kars beantwoordt hem fout, huis. Tiemen beantwoordt hem wel goed. Het is vervolgens in zijn biecht. Kars, die ons als kijker vertelt dat het heel mols is van Emma om die verdeling zo te maken. Ja, dit oogt voor mij dan weer als de mol die een andere kandidaat heel verdacht probeert te maken voor ons als kijker. En als laatste, wanneer de kandidaten na een drankje en een gezellig avondje in de auto zitten, krijgen ze het nieuws te horen op de radio dat over hen gaat. Ze kunnen de volgende dag Frystellingen winnen. Daar is die weer Frystelling. Kandidaten die een vrijstelling weten te bemachtigen, zullen per helikopter naar hun volgende bestemming Niswa vliegen. Nou, wat zou daarop een gepaste reactie zijn, Emma laat even zien? Dat is een gepaste reactie. Het zullen twee kandidaten zijn en dan wordt afgesloten met eerst veel plezier op de kermis, kijk wel uit voor de poppen. Waarop Emma direct in haar eerste nachtmerrie belandt. Nee. Dat belooft wat voor volgende week. En daarmee zijn we ook alweer helaas aan het einde gekomen van deze eerste hints en theorieën... die nu al bomvol zat met bijzondere momenten, hints en theorieën. Op gevoel, met name ook door het maken van deze video, zegt iets in mij dat Kars wel eens de mol zou kunnen zijn. Maar ik ben ontzettend benieuwd als ik woensdag de vernieuwde niet de mol video met een totaal overzicht voor je ga uitpluizen... of de punten dat ook gaan weergeven. Laat in een reactie onder deze video even weten wat ik volgens jou nog gemist heb, wat jouw bevindingen zijn van dit streamingsseizoen tot nu toe, wat je ervan vond en wat jij denkt dat er in de komende twee afleveringen zal gaan gebeuren of wat je hoopt dat er gaat gebeuren. En jawel, maak je geen zorgen, de commentkoekjes zijn ook weer terug. Tijdens de mol België afgelopen seizoen waren dat comment pizzas, omdat ze in Italië zaten. Dus wellicht voel je je al aankomen voor dit streamingsseizoen. In Oman deel ik, jawel, comment kamelen uit. Oman, Oman. Laat voor een comment kameel het woord horrorpop achter in de comments. Lieve Moloten, lieve tunnelvisionairs, beste vrienden. Abonneer, deel de video met je medemoloten. Tot dinsdag bij Tunnelvisie de podcast. Of tot woensdag bij het totaal vernieuwde en totaal uitgebreide Mol niet schema. Maar sowieso tot... De volgende keer.